Hey, mijn naam is Eva. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik wil het vandaag met jullie gaan hebben over waarom ik minimaal 250 calorieën eet en hoe ik dat bijhoud en wat het voedingscentrum adviseert. Ik hou dat bij door middel van een app, mijn fitnesspal. Het is een app die had ik al voordat ik vegan werd. En dat is weliswaar een app die geïntroduceerd is door de fitnessindustrie. En de fitnessindustrie gaat helaas altijd uit van calorie restriction. Dus dat je minder calorieën eet om af te vallen. Nou gebruik ik hem daar helemaal niet voor. Ik val ondertussen wel lekker af. Rustig, heel rustig. Gaat gewoon door. Ik moet tegenwoordig zelfs binnenkort gaan shoppen voor nieuwe kleren. Want ze worden allemaal te ruim. Maar daar wou ik het niet vandaag met jullie over hebben. Ik wou het vooral hebben waarom die 250 calorieën. Als vegan ben je namelijk binnen 24 uur je eten weer kwijt. En dan is alles gewoon door het hele systeem naar het toilet toe. En dan is het dus verstandig om wat meer te eten. Dan heeft je lichaam namelijk wat meer de keus in wat ze eruit vissen als meest productieve voor hun. Of voor je hele systeem. Het voedingscentrum adviseert 2000 calorieën. Maar zij adviseren ook ernstig de schijf van 5. En ik kwam op hun site redelijk shocking tegen dat zodra je wil afvallen, dan moet je gewoon gaan calorie restricten. Waarom ben ik zo tegen minder calorieën eten en dat soort zaken, of zoals vasten en dat soort zaken. Omdat in eerste instantie gaat het inderdaad heel vlot. Je valt heel vlot af. Maar het is meestal water dat je afvalt. Je droogt eigenlijk je lijf uit. En je hebt de hele dag honger. En je voelt je... Dus zodra je weer gaat eten... dan slaat je lijf meteen alles weer op. Want je lijf heeft in de tijd dat jij calorie restrict... het gevoel van, hey, er is niet genoeg eten. We zitten hier in een... er is gewoon eten tekort in het leefomgeving. Dus zodra alles wat binnenkomt, dat gaat je lichaam van houden. Want je leert je lijf om vet op te slaan in plaats van je vet juist af te voeren. Wat je juist wil, als je toch wil afvallen. Vergeet daarbij niet genoeg te drinken. Want je moet aan het einde van de dag clean peeën. Dus als je naar de wc gaat, moet het waterig zijn en het mag lekker niet ruiken. Dus dan weet je of je genoeg hebt gedronken voor die dag of juist niet. Ik kreeg namelijk deze vraag om hier wat over te doen naar aanleiding van een aantal foto's die ik op mijn Facebook had gezet. Dat is dezelfde naam als mijn YouTube kanaal, Eva in Fruit Paradise. En dat is wel leuk om te zien. Had je vragen? Laat het in de commentaren beneden achter. Vind je het leuk? Vind je het niks? Ook prima. Fijne dag verder. Hoi!